Ja, zeg maar zo positief. Al in het donker even de hond uitlaten. En vanavond en gisteren natuurlijk veel berichtgeving op internet en in de kranten over de David Neres, de nieuwe Braziliaanse vleugelspits van Ajax. Groot talent en voor mijn liefst 15 miljoen euro, om en bij de 15 miljoen euro is hij naar Ajax getransformeerd. En Pieter Visser, de meester scout, wie kent hem niet, inmiddels op leeftijd, zegt dat Ajax een potentiële sterspeler in huis heeft. Het moet zich natuurlijk ontwikkelen en moet ook de kans krijgen, maar zeker ook de tijd krijgen bij Ajax. Hij denkt dat Ajax een hele goede speler binnengehaald heeft. Een goud ei, om het zo te zeggen. Johan Derksen daarentegen. Terwijl middendeel wat ik over Neres lees zeer positief is. De mensen die daar een mening over hebben, dat heb ik natuurlijk ook. Niet als kenner, misschien een klein beetje, maar meer als voetballiefhebber en Ajax-ziet. Johan Derksen zegt van dat het toch een heel grote gok is. Jonge knul van 19 die toch 15 miljoen euro moet kosten. En of hij het wagen maken bij Ajax, dat is natuurlijk niet te zeggen. Ja, ik kan niet, niemand kan in de toekomst kijken. Dat geldt voor geen enkele speler. En hij zegt van ja, er zal grote clubs in Engeland toch ook wel weten. Als hij een heel goede speler zou zijn, waarom is hij die niet naar Engeland gegaan of naar Spanje? Ja, dat vind ik een beetje van Johan Derksen eeuwig gezegd een beetje vergezocht. En ook een beetje een beetje vreemd verhaal, want als je dan toch gewoon even kijkt in de geschiedenis, Suarez, ja, die speelde in Uruguay, ook op een heel jonge leeftijd. En die is ook door niemand ontdekt door de grote clubs in Spanje en Italië of in Duitsland of Engeland, maar is gewoon bij het nietige FC Groningen, met alle respect, bij FC Groningen beland, jaren geleden. En is een wereldster geworden. FC Groningen, veldmaten heeft die man ontdekt en niet de grote clubs, de absolute topclubs hebben hem ontdekt. Dus ja, Johan Derksen, ik ben het dus niet met je eens en het is ook nergens op gebaseerd. Je moet zo iemand gewoon, ja, de hele wereld is groot. Je moet iemand net treffen en op het juiste pad komen en op het geval op het juiste moment op je pad komen. Massa Positivo, en wat is jouw mening over wat jij ervan vindt van Johan Derksen? En wat is jouw mening over de nieuwe speler? David Neres, 19 jaar, de nieuwe speler van São Paulo, die bij Ajax.